Ik ben Gerda Kalman en ik heb een hele serie gemaakt nu over, als titel, overgave. En dat is eigenlijk begonnen in 2012 toen wij een reis maakten door Roemenië. En in Roemenië gingen we aan de hand van de Lonely Planet dingen bezoeken, waaronder oude kloostertjes. Die vond ik het mooist eigenlijk, waar nog monniken leefden, waar diensten werden gedaan. En zo kwamen we daar in een heel klein dorpje, in een kloostertje, waar nog vier monniken leefden. En er was een kleine kapel bij, zonder elektriciteit. En dat was toevallig die dag, 14 augustus. En dat was de vooravond van, 15 augustus, van het katholieke feest Maria ten Hemelopneming. En daar werd een dienst gedaan s'avonds. En wij werden ontvangen alsof ze ons heel goed kenden. Mocht fotograferen in die kapel. Het hele dorp kwam daar, een donkere kapel waar alleen maar kaarslicht was en een klein raampje en nog een achterruimte waar allemaal oude meisjes, allemaal geknield en met kaarsjes in de hand. Het was allemaal overweldigend. Ik vond het zo ontzettend mooi dat die mensen zich zo verloren in die dienst. Daarnaast ben ik heel veel in India geweest, maar daar ging ik niet zozeer heen voor het religieuze. Totdat ik ontdekte dat er een Kumbh Mela was. Dat is een religieus feest waar echt miljoenen mensen op afkomen. En wat maar één keer in de 12 jaar in 4 plaatsen plaatsvindt. En daar ben ik 2 keer geweest. En daar hangen foto's van hier aan die kant. En daar heb ik afgelopen jaar een boek van uitgegeven. En ja, dat is helemaal te gek eigenlijk om dat mee te maken. Om te zien hoe zo ongelooflijk veel mensen zich overgeven om zich onderdompelen in de Ganges. En ja, zo devoot zijn.